In de Vuelta rijdt een van de twee gloednieuwe bussen van de Rabo-ploeg. Die werd voor het eerst ingezet bij de Ronde van Denemarken, maar beleeft in Spanje zijn echte doop. Achter het stuur Kees Hamelink, die al heel wat jaartjes de ploeg dwars door Europa rijdt. Ik doe dat vanaf mei 2005. En voor die tijd? Voor die tijd ben ik internationaal vrachtwagenchauffeur geweest. Wat is er veranderd in deze bus ten opzichte van de vorige? Veranderd? Aan de buitenkant is sowieso heel veel veranderd natuurlijk. Hij is een stukje langer geworden dan de vorige. Aan de binnenkant is ook alles weer een beetje anders dan in de vorige bus. Ik heb er samen met mijn collega Piet inspraak in gehad. We hebben dus zo goed als alles zelf een beetje bedacht. En overleg met de fabriek. Met de tekeningen en alles zelf samengesteld. Dus dat hebben Piet en ik zelf allemaal bedacht. En wat hebben jullie ingebracht? Wat moest er onder andere anders of misschien beter? Sowieso de ruimte om te kleden en te douchen achterin. Die kon ook groter worden nu, omdat de bus een stukje langer is. Veel ruimte creëren achterin. En dat was heel belangrijk. Zo zijn er in de bus zelf, in de zitruimte, ook wat dingen aangepast. We kunnen nu zelfs tv kijken tijdens het rijden en al van die moderne snufjes. 3 weken kriskras door Spanje met zo'n grote bus is geen kleinigheid. Dat vraagt behoorlijk wat voorwerk. Die voorbereiding die begint eigenlijk al thuis. Wij krijgen via de website van de ploeg alle gegevens door van verloop van de wedstrijd. Alle hotels, afstanden, kilometers, noem maar op. En dan thuis dan begin ik al een beetje te kijken hoe de hotels zijn of waar ze zijn. En er zijn er ook bij die ik al ken natuurlijk. En dan kijk ik een beetje naar de verplaatsingen van finish naar hotel. En dan begin ik thuis al mee. Voor de volgende dag doe ik 's avonds natuurlijk. En dan het is toch mijn taak natuurlijk om op tijd daar te zijn bij de start. En ook bij de finish weer. En dan van de finish weer naar het hotel. Maar dat doe ik dan ook met mijn navigatie natuurlijk. Want zonder zou ik ook niet kunnen, denk ik. Maar navigatie is niet altijd zaligmakend. Je moet ook op je ervaring afgaan. Dat klopt. De navigatie stuurt je soms ook natuurlijk over weggetjes waar je van denkt van ja, hier moet ik eigenlijk niet zijn. En dan pakken we de kaart erbij en dan doen we het op de ouderwetse manier nog een beetje. Dat klopt. Maar je bent nu wel heel vaak van huis. Dat is natuurlijk best wel lang. 3 weken van huis. Zeker voor de thuisfront. Dat moeten we ook niet vergeten. Maar toch, de mooiste job die er is? De mooiste baan die er is. Maar vergeet niet, wel een zware baan hoor.